uitzending de vergelijking tussen Lionel Messi en Pelé. Wie van de twee is nou de beste voetballer ooit? Wie de beste Nederlandse basketballer ooit is, daar is weinig discussie over. Rick Smits, de Dunking Dutchman. Hij speelde 12 jaar lang voor de Indiana Pacers. Kwam tot bijna 1000 wedstrijden in de NBA. En werd ook gekozen in het beste team ooit van de Pacers. Iemand om naar op te kijken dus. Zeker als je Smits Jr. heet. Die zoon van Rick Smits is, hoe kan het ook anders, een talentvolle basketballer. Een mooi gevecht in de kelder van Huize Smits. Vader en zoon, 1-1. Zoon Derek is 17 en wil graag naar de top. Vader Rick speelde 12 jaar bij de Indiana Pacers. En maakte furore als de Dunking Dutchman. Derek kan ook dunken, maar of hij de NBA haalt... Ik denk dat hij net zo'n goede kans heeft als ik heb. Maar hij moet ook veel gaan werken. En dat is iets wat hopelijk... Ja, ik zeg er wel tegen hem, van, hey, want hij wil de NBA halen, dat is zijn doel. Dat zegt hij ook. Maar ik zeg, het gaat niet vanzelf. De naam alleen helpt niet. Derek Smith speelt in het team van Zionsville High School, iets ten noorden van Indianapolis. Samen met zijn neef Cassius, die 1,5 jaar geleden Nederland verliet om bij zijn oom Rick te komen wonen. Beide jongens jagen hun basketbaldroom na. Door hun achternaam wordt er extra op hen gelet. It's an advantage. Yeah. Because college teams look at you more because of the name. Okay. I also like it. You get everyone's best shot. No one ever takes it easy on you. Nothing. Everyone's coming at you with their hardest. It's like being the top team. Everyone gives you your best shot. And you're never gonna let. There's never gonna be an off night. No one's ever gonna take it easy. Nothing. And we see that all the time. We get multiple people coming at us every time we touch the ball. So. It gets us ready to play. Yeah, him for sure. Yeah. See a lot of people coming at me, but... So it's a disadvantage. It's a disadvantage at the moment, but in the long run, I think it's very helpful. Because if you're used to going against two guys, going against one guy is not a problem. Derek gaat na de zomer spelen voor Valparaiso University. Dan komt het erop aan. Want talent alleen is niet genoeg, weet zijn vader op de tribune. Hij is veel sneller dan ik was. Hij kan hoog springen. Hij is veel slimmer. Hij is al nou al sterker dan ik was op die leeftijd. Maar hij moet nog het werk. Hij gaat wel naar de training, maar hij doet er wel niet zoveel als ik vroeger deed buiten de training om. En hopelijk gaat dat veranderen als hij naar college gaat. Maar zit papa er niet bovenop dan? Zo. Ja, maar je weet hoe zo'n zonen zijn van 17 jaar. Ja, papa weet van niks. Ja, hij moet het op zijn eigen uitzien te vinden. Maar papa heeft wel de All-Star Game gespeeld. Ja, ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar zeg wat tegen mijn zoon. Would you please listen to your father? I listen to him a lot more than he thinks I do. And I take to heart what he says. But even if he doesn't think I do, I listen to him more than he thinks. Don't shoot it. Like that. You don't need to. He's pretty good teaching us that kind of stuff. Just the way you control your body and all that. Just him knowing, like him going through it, he learned so much about stuff. Like the little things that you wouldn't think about, but... It just helps so much in the game. Niet alleen de toekomst van zoon Derek, maar ook die van het Nederlands basketbal houdt Rick Smits bezig. Ik vind het heel mooi dat sommige van deze oud-internationals het initiatief genomen hebben om te gaan helpen met het huidige Nederlandse basketbalteam. Vanuit Amerika steunt hij de nieuwe stichting die is opgericht om het Nederlands team te redden met $25.000. Het is voor de jeugd, voor mijn neven, mijn zoon, die zou ook misschien bij het Nederlands team kunnen spelen. Voorlopig horen de twee neven alleen het Amerikaanse volkslied. Cassius is al wel uitgenodigd voor Jong Oranje. De procedure om Derek tot Nederlander te naturaliseren loopt. Het is afwachten of hij zo groot wordt als zijn vader. Qua lengte in ieder geval niet, want Rick is 2,24 meter. 7 feet. You're 7 feet. He's got me by a little bit. Yeah. A little bit. Yeah, is that enough? Hopefully I can gain an inch or two, but it looks like I'm slowing down a lot, so... I'm pretty sad about it, but at the same time, I'm still happy being as tall as I am. I just want to gain one or two more inches, but if it doesn't happen, then I can make do with what I got. Het is in ieder geval goed genoeg om van zijn vader te winnen. De onderlinge confrontatie ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trekt junior aan het langste eind.
Ja, mooi om te zien. En hoe Smits senior een grote speler werd in de NBA... is vanavond te zien in Andere Tijden Sport. Van Zero tot Hero. Om 9:50 op NPO 1. In de World League hebben de Nederlandse volleyballers voorlopig nog een uitstekende score. 3 duels gespeeld, 3 keer gewonnen. Maar gisteren...